Van werkhaven naar jachthaven. Jan die vertelt uit eigen ervaring. En dat is ontzettend leuk om te horen. Jan, ik geef het woord aan jou. Kijk of het een beetje lukt zo. Goedenavond, ik zal me even voorstellen. De meesten weten het wel. Maar ik ben Jan Deen. Gaat het zo? Ja. Zoon van Jan Deen, de melkboer. En wij woonden dus in Broekeravenweg. Tussen Bakker Houthandel en de Peperstraat. Dus mijn speelterrein was heel veel bij de haven. Zodoende ben ik de jeugd erop gegroeid. Maar in mijn werkzame leven ben ik bij Van de Meulen. Heb ik gewerkt, dat is vroeger was dat de smederij van Lieuwe van der Pal. En dan ben ik de rest van mijn leven gebleven. Dus ik heb eigenlijk de hele verandering van werkhaven naar jachthaven van nabij meegemaakt. Deze foto die is van 64 en u ziet daar bovenin een zandschip van de lopende band, dat is de Friesland. En dat zand dat kwam tot stand doordat in 1959 de gemeenteraad van Bovenkaspel besloot om een pand aan te kopen van Ben Klaas aan de Broekeravenweg. En dat moest dan opgeleverd worden in januari 1960. En daar werd de brug aangelegd en de Larijnenlaan. Toen kon Plan Zuid tot ontwikkeling komen en daar hadden ze allemaal veel zand voor nodig. En dat is wel doorgegaan tot 1985 ongeveer. Want het ene plan kwam naar het andere plan en dat zand bleef maar doorgaan. Dan is rechts die toon, dat was in de tijd het terrein van Stoel. Dat was palmmateriaalhandel. Maar die is hierover verdwenen. Je ziet de eerste jachten al in de buitenhaven, dat is een drijvende steiger. Die was ontworpen door Niek van het Hof en Willem Botman. Dat waren gewoon allemaal olievaten van 200 liter en die koppel je aan elkaar en dan ben je klaar. De kunstenschuren zijn hier al gesloopt en dan hebben ze dus een pad aangelegd zodat er één richtingsverkeer tot stand kwam, dat de geladen wagens over de verharde weg van de kaai gingen, zeg maar, van de buitenhaven en de regelwagens. En hoe ze de draai maakten op de provinciale weg, dat mag je een raadsel zijn, maar het gebeurde wel. Rechts heb je de helling van Jordus, die had twee sleehellingen. En dan gaan we de kolk in en de eerste motorkruisers liggen erom. Die is van de brug afgezien, de eerste dat is de ideaal van Rij en Mars, want een boot heeft altijd een naam. Hoe je hem ook bedenkt, maar een boot heeft een naam. En Rijer die vond het een ideale sport, dus zijn boot heette de ideaal. Maar mijn vader die vond het ook wel leuk om een boot te hebben, dus die tweede die er middenin ligt, liep mijn vader een kruisertje boven bij Ben van de Meulen. Hier zie je dus aan de binnenkant van de dijk, daar is de smederij gevestigd. Net meer naar links, graag alsjeblieft. Daar ja. Dan liet mijn vader bij Ben van de Meulen een kruisertje bouwen. En die dacht, nou, mijn kleinkind en mijn vrouw, dat kan ik wel combineren. Dus dat werd de Karin Diene. Ook weer klaar. De voorste boot, die kwam er later weer bij. Die was van de familie Vijzelaar uit Grotebroek. En die hadden er niet zo erg van moeite mee om die naam te bedenken, want die noemden hem de Vijzelstroom. Het was al een groot gezin, dus dat hadden ze goed uitgevonden. En zo geleidelijk aan veranderde het dus naar het werkhaven. Tegen Pampers aan, daar ligt waarschijnlijk het schip van Hansje Smit, dat was dus de... Hans, zeg het eens even. Ja. Maar goed, en hier vlak vooraan, bij de overhaal, dat is de Stille Maris die daar ligt. En die ligt alweer te laden met vaten. Goed, dan gaan we naar de volgende door. Ja. Hier hebben we weer havenmeester Woestenburg, die heeft volgens mij nog nooit gelachen. Als jochie zijnde hebben we hem nog net aan meegemaakt, want hij is tot 49 is hij havenmeester geweest. En Piet van Eyck, die heeft hier zijn 25-jarig jubileum. Maar Piet van Eyck, die kwam
in dienst toen de Alver al gebouwd werd. Want dat was elektrisch en iedereen stond met twee linkerhanden voor dat elektrisch. En Piet van Eyck was van huis uit elektricien. Dus die werd aangenomen als havenmeestersknecht. Dat bleef hij dus totdat Woestenburg wegging. Toen Woestenburg in 1949 met pensioen ging, toen werd Piet dus benoemd tot havenmeester. En ja, jammer genoeg, de man heeft zijn pensioen net niet gehaald. In 1968 is hij overleden. Nu moet ik even terug in de tijd, in het jaarboek van 2021, daar staat een heel verhaal over de Klunkhof van Jaap Karel. En de Klunkhof was een houten tjalk. En die woonden ze dus mee op Groningen en Leeuwarden, die kant uit. Die tjalk die werd er voor een gegeven moment oud en toen de ijzeren schepen kwamen, dus toen kwam deze ijzeren tjalk. Die hebben ze laten bouwen. Die noemde hij de Elisabeth, dat was de naam van zijn vrouw. Hier op het voorop staat Jaap Karel en achterop staat Doris. Hier liggen ze in een sluisje in Overijssel. En dit schip, dit werd gevorderd in 1944, net als de Westfries van Roker en van Anske Smit de... Wat hoor ik, ben ik weer kwijt. Covades, ja. Die drie schepen werden gevorderd. En alleen de Covades, die is teruggekomen, maar vraag niet hoe. Die mensen die konden weer van voren of aan beginnen. Hier zien we de gebroeders Karel. Nou is dit een sprong naar 1952 toe. De gebroeders Reus uit Enkhuizen, die voerden met de Geertruida, met de tjalk, op Zwolle. En dat schip dat heette de Geertruida, maar in Broekenhaven werd die genoemd het schip van geweld. Die broers die konden zo enorm tekeer gaan als er iets niet goed ging. Dus die benamen hadden ze al heel lang uitgevonden. Maar in 1952 gaat het strijken van de mast voor de brug van Hasselt gaat het fout. Die mast komt naar beneden en Kees krijgt die mast op hem. Dus dat was einde verhaal. Het schip werd door Doris gekocht in 1952. En die heeft toch wat gevaren met de handel op Zwolle. Dit is een vakantiefoto van de familie Karel. Maar als je nou zo kijkt, dan Doris die staat er echt zo lekker bij als schipper. Jaap die heeft het helemaal in zijn hand. Maar dan krijg je die man met die hoed. Die hoort eigenlijk helemaal niet in de schippersfamilie. Ik heb van Bertus Karel, mijn leeftijdsgenoot, gevraagd van waarom is jouw vader eigenlijk geen schipper geworden? Nou, als je mijn opa die vond het niet goed. Die zei, wil jij maar bouwen? En als je nou over de Goudheid in Bovenkarspel en je kijkt, dan zie je allemaal prachtige bedrijfshallen staan met een groot bord in de tuin. Karel Bolbloemen. Nou, dat zijn de nazaten van die man met die hoed. Maar de hele familie is toen op vakantie geweest met het schip zo in deze staat. Dus er zijn wel aardig wat stroozakken in het ruim gelegen hebben en de fietsen. En daar hebben ze er weer wel van gemaakt. Maar er was niks meer mee te verdienen. De markt veranderde. Doris die laat het schip veranderen. Hij zet er 6 meter, laat hij ertussen zetten. Mast eraf, zwaarden eraf, een stuurder erop, een roef. En zo hij hier ligt, is hij dus 113 ton laadvermogen, is hij gaan varen op de beurs. Met zijn zus Trien. Want Doris en Trien die leefden gezamenlijk. Die waren allebei vrijgezel. Dat heeft hij nog 10 jaar gedaan. Doris die was weer gezond als een visie. Want Doris was vaak ziek, zei de familie al. Nou, die wordt niet oud, want hij is allemaal ziek. Maar Doris heeft ze allemaal overleefd, want die is 82 jaar geworden. Hij was er mee aan, hij heeft het tegen pampers aangelegd. En het wist te gebeuren dat ik 's morgens aan mijn werk ging om 6:45, dat ik tik, 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 tik hoorde. En dat was Doris aan het roesbikken. Hij onderhield het schip nog een jaar of 3, 4. En toen heeft hij hem verkocht. Dit is de helling van Jordis. Ik weet niet of je dat ooit al een keer in het bedrijf gezien heeft, zo'n helling, maar je hebt het vaste bed in de grond en daar ligt een balk overheen. Dat bed, daar liggen blokken op, die zijn een beetje hol.
En die balk waar die bot erop staat, die is dus bol. Dus dat correspondeert met elkaar. Dat moet wel glijden. Ik heb het in 1964 nog een keer meegemaakt met hem. Dat moet je eerst smeren. Dan moesten we reuzel halen bij de slager en dat werd gesmolten. We houden hier vinkjes over, hè, of kaantjes. Maar toen hebben we toch maar een schone pan genomen, want dan hadden we s'avonds toch nog op roggebrood nog wat kaantjes. Maar dat was ook wel de laatste keer. Maar dat blok wat daarvoor ligt, daar zit de schijf in, dus die staal daar, die scheer je drie keer in. En de constructie is dus zo, als hij te water gaat, die ketting gaat eraf, dan zit het met de haak verbonden en dan, nou ja, moest Jordis vaak helpen, want die was dat in die tijd alleen. Alle kanten tongenkrachten tegenaan en draaien. Nou ja, dat hadden we drie keer gedaan. Maar hij ging nog niet. Nou zegt Jordis, los die handel, want we moeten hem toch draaien tot het eind aan toe. Nou, ik voel hem wel aankomen, hè. We geven nog twee draaien aan die domme kracht en dan ging hij. Nou, dan gaat het hard, hoor. Dat Jordis die verblikte voor blozen nooit, maar nou stond hij toch wel even te kijken. Maar de visserman aan boord, die had het wel vaker gedaan, die had het helemaal buiten boord gegooid. Dus toen hij één keer water pakte, toen zeilde hij zo keurig, met zijn kont uit het begin van de haven. Hij komt tegen de kant en hij komt touwtje zo vastmaken. Ja. Dus Jordis zijn hart was weer gerust. Het was goed gelukt. Hier hebben we de Stellamaris. Daar hebben we een heel verhaal bij. Je ziet alle kratte aardappels al staan. Nou, die zijn dus allemaal door de hand gegaan, hè. Gisteren aardappels weegt wel 25 kilo. Dan moet je uit je schuitje dan eerst wel even op de kant zetten. En de kaasjouwers die stapelen ze wel. Henk Raukman trekt hier het schip naar de wal toe. Je ziet de kist al in het ruim. Iedere schipper heeft een loopplank aan boord. Die wordt dus ook gebruikt om de kisten aan boord te krijgen. Want die zet je schuin in het ruim en de kaarsjouwers die zetten die kist erop en zo wordt het schip geladen. En soms nog een bovenlast erbij. Doordat ik vaak aan de haven was en wij toch met Raukman wel eens een keertje mee mocht, even van de ene kant naar de andere kant, of bij het eind van het hoofd pikte hij me wel eens op. Maar in 1949. Ik was toen 7 jaar, zegt Raukman tegen mij, Jantje, je mag wel mee voor de nachtje. Want die mensen die gingen s'avonds weg en s'middags waren ze weer terug. Het was eigenlijk zo de 24-uursdienst. Nou, dat was prachtig. Ja, je mag mee. En die kaarsjouwers die zijn er aan het laden. En Raukman die roept achter me aan van, ja, je moeder het niet goed vindt, dan zeg je maar dat die ook mee mag, dan kan die bij mij in de kooi. Nou. Rennen naar huis, kom weer terug. Ik mag mee van mijn moeder. Zeggen die kaarsjouwers. En je moeder? Nee, die blijft thuis. We gaan s'avonds om 7 uur weg en dan moet hij daar dus naar Amsterdam, naar de Oranjesluis, dat moet je door. Maar die schepen voeren niet zo hard door, want er zat maar weinig kracht in. Dus je had al minstens 4,5 uur werk voor je bij de Oranjesluizen was. Dan ga je de nacht tegemoet. Nou, Raukman die praat ondertussen, die houdt me lekker zoet. Kopje thee, pindasje doppen. Nou, dat is vuurtje van Leek, dat is paard van Marken. En ja, toen kreeg Jantje ondertussen wel een beetje slaap natuurlijk. En die had ook nog wat thee gedronken. Nou, hij zegt, Jantje, ga maar beneden op de bank even liggen. Ja, er ligt iets van Amsterdam in zicht komen en dan maak ik je wel wakker. Maar ja, Jantje moest wel plassen. Nou. Dan komen Jantje in gangboord over de reling en voor de wind uit. Nou, de schippersknecht ging wel mee hoor, die pakte me wel in mijn kraag. Want hij ligt, als hij aan de vracht is, ligt de gangboord maar net 30 centimeter boven water. Hè. Als hij ligt, die witte balk die je daar ziet, dat is de eik. Die zitten er drie op en als hij vlak ligt, dan is hij aan de vracht. Maar als er een beetje meer aardappels waren, daar gingen we wel eens wat meer mee. Dus ja, daar gingen we dan. En ik kan nog wel zeggen, was er geen toilet aan boord? Nee, die mensen, er was helemaal geen toilet aan boord op die schepen. En thuis had je een bakakertje om een beetje water te scheppen, maar een schipper had een puts. Nou, die was niet zo erg veel groter hoor.
En dan werd hij de machinekamer in gedirigeerd. Een beetje water scheppen, de machinekamer in, en dat je maar. Zo ging het nog een keer. Amsterdam in zicht. Maak me wakker. Prachtig gezicht. Oranje sluis in. Liggen de oranje sluis in. Gaan de drie dakdelen eraf. De raampartij gaat plak. Sta in de open lucht, want midden in de nacht draaide er geen brug in Amsterdam. En ze moesten naar de Jan van Galenstraat, wat ik naar dan wist er geen weet van, maar daar dan ben ik erachter gekomen. De markthal van de Jan van Galenstraat, daar moesten ze naartoe. Die had bij het Scheepvaartmuseum ook nog een bouwman, een aardappelhandelaar. Daar moesten ze ook nog eens een keer naartoe. Dus midden in de nacht ga je dus onder de bruggen door. En 's morgens om een uur of zes, of half zes, beginnen ze daar te lossen. Mag even mee naar de markthallen met Raukemaar, nou, dat was ook alweer heel wat natuurlijk. Lege kisten laden, wel tellen, pakjes van drie. Dan komen ze terug in Broekerhaven, middags om een uur of vier, dan moeten die kisten er allemaal weer uit. En dan gaat het hele spul weer voor en van. En zo werkte dat. En dat ging een aantal weken achter elkaar door. Totdat de aardappeltijd een beetje voorbij was. Dus dat avontuur had ik gehad. Dit is 1952, even kijken nou hoor. Ja, 1952, de aardappeltijd, dat begint al aardig te veranderen. En hier zien we nog Piet Karel, dat is de oudste zoon van die man met die hoed, die we aanwezen. De middelste is waarschijnlijk Willem Klaver. En dit is Simon Kamper, dat is familie van elkaar. Hij heeft nog eigen kisten erin, dat zijn vierkante kratten. En daar heb je de tuinbouwkisten al. Dus het zit net in de overgangsperiode. Export. Deze kisten die worden allemaal met een stalen band, worden die dichtgehaald. En die worden voor de export. Op Pampus. De helling van Jordes nog een keer. Dit zijn allemaal schepen die eigenlijk voor het museum bestemd zijn. Jordes die had er heel veel werk aan. Dat heeft hij ook jaren gedaan. Er ligt er wat moderner jacht bij. En een heel leuk daar in het hoekje met dat zeiltje erop. Nou, dat was Jantje, het eerste bootje. Dat katamaranetje. Deze foto spreekt voor zich. De dames hart met de ark. Dat heeft in het jaarboek van 2022. Staat er heel verhaal over. Nou ja, we weten de juf, de eerste klas van de lagere school. Daar is al de halve zaal zo wat bij gezeten, denk ik. Maar er staat het verhaal bij dat hij dus met de stormnacht in oktober in 62, dat hij hier losging. Mijn vader die 's morgens om een uur of half zes de pony naar huis haalde, want die stond er altijd ergens aan de dijk, aan de ketting. Die komt bij mijn bed en zegt, kom er maar uit, want die ark van de dames had ligt was over de kolk. Nou ja, dat was natuurlijk rennen geblazen. Nou, dan inmiddels was Piet Vrijk al gearmeerd, Ben van de Wolen was er en Jordes. En met touwen en toestanden halen we de ark weer terug. Maar de dames die waren nogal in de mineur. Wat is er nog het geval? De dames hadden een kat. Maar die kat die was gewend dat als zij die voordeur opendeden, dan sprong die kat op de wal. Maar hij is morgens om 5 uur. De deur open doen en die ark ligt dwars over de kolk. Dan is het beestje natuurlijk, dus ja, de conclusie was toch eigenlijk wel van, ja, de kat zal wel verdronken zijn, dat was niet leuk. Loop van de dag, we zijn bezig de nieuwe staaldraden te bevestigen en alles weer voor elkaar te maken. Half elf de middag, komt de kat de dijk over. Nou, de dames natuurlijk hartstikke blij. Dat was goed afgelopen. Die was dus onder de brug doorgezwommen. Bij Jordes op de helling eruit. En die was er van een half dag hier bij komen. En toen vond hij de weg weer terug. Maar toen hebben we er maar een pilsje op gedronken. Dat was toch weer nog goed. De twee schepen die daar liggen. Ik zei net al, in 52, die aardappeltijd, die begon op een eind te lopen. Want steeds meer gingen met de vrachtwagen. Nou, want Raukema, die toen de Stella Maris zat. Die had een contract met Speyer en de Vijver. Nou, veel mensen weten het hier met de bloemkool en de vaten. Maar Andries Mantel, die de vrouw Katrina had, en die op 60 ton
Die had niks. Ja, die moest dan naar de beurs. En die zag die bui hangen. Die denkt, ja, dit wordt niet met een scheepje van 60 ton. Ik koop een ander schip. Die koopt dat schip. En die komt er mee in Broekhaven. Die heette toen de Hollandia, dat schip. En die was ruim 100 ton. En dat wordt aan alle kanten natuurlijk bekeken. Mooie luxe motor noemden ze dat dan in die tijd. Luxe motor als je op het toilet aan boord. En Raukema, die god, Ries, wat heeft toch een mooi schip gekocht. Ja. Ja, nou, alle kanten bekijken. De roef in, alles keurig in de lak, prachtig. En deurtjes open, twee kooien. Raukema was een grote vent. Hij zei, god, Ries, zal ik ook in die kooi passen? Oh, dan kruip je er toch in. Dan weet je het. Hij kruipt in die kooi. Nou, hij vertraagt, joh, ik pas er nog in, hoor. Nou, dat is helemaal fantastisch. Maar ja, dat was fantastisch, dat was natuurlijk nog niet zomaar even klaar. Het is Raukema, die komt thuis, die praat met zijn vrouw erover. Maar die had geen kinderen meer thuis, want eentje voert er al met haar eigen schip en die anderen waren de deur uit, dus waren ze tweeën. En Andries Mantel, die had toch een heel gezin aan de wal. Hij zei, dit wordt toch wel eigenlijk te gek, hè? Ja, dit wordt eigenlijk wel een beetje te gek, als we het zo doen. Nou, kunnen we dat niet een beetje met elkaar eens worden, dan gaan wij op de vaart, gaan wij op de beurs varen. En dan komen wij ook nog een keer tegen onderweg. Ze hebben geruild, ze hebben met elkaar gepraat. En ze hebben met de dichte portemonnee hebben ze geruild. Andries Mantel die had een stel Maris, met een wat oudere motor erin, uiteraard. Raukema die had een moderne schip met een wat modernere motor. Maar het hield wel in dat Andries, die kon op Broekhaven blijven varen. En die had het contract dus van Spijlen en de Vijver om de vaten te vervoeren en zout aan te voeren. Dus dat heeft hij tot 1970 heeft hij dat volgehouden. Toen kwam ook daar een eind aan. Toen zijn ze met een vrachtwagen gewoon gaan rijden. En toen is het schip verkocht. En het vaart namelijk in de charter. Ja. Het is een heel apart verhaal. Hier zien we de kunstbeschuren al staan en er staan al twee trechters van de zandaanvoer en de waggermolen. Maar het gaat eigenlijk om de ark van Fanny. Want wie is nou Fanny? Sommigen van jullie weten het wel. Fanny, dat was eigenlijk nou eens Piet Bakker. En Piet die woonde met zijn broer Jan nog bij moeder thuis in de Bakkerstraat. En ook vrijgezel die broer. Maar ze kwamen toch wel een beetje over de 30 heen. En Fanny die dacht, ik moet toch eens een keer op mezelf. Maar ik kwam ook nog wel eens een keer in de kroeg. Fanny die koopt deze ark in Hoorn in de kroeg bij Tante Marie, de Volendammer. En die visserlui van Hoorn die brengen die ark naar Broekhaven toe. Van je legt hem in de kolk neer, die denkt, ziezo, ik ben klaar. Maar zo makkelijk gaat het nou ook weer niet. Dus na een paar dagen wordt hij ontboden bij burgemeester Elders. En die zegt, meneer Bakker, dit kan niet hoor. Dit gaat niet door. Nou, na een tijdje praten, en dat duurde wel even, want Piet was niet zo erg vlot van Tom. Hij zegt, Elders, zolang er water in die kolk staat, blijft die harker liggen. Nou ja, het probleem was geschapen. Het duurde een paar weken, iedereen was er toch al mee bezig, want ze hadden het ook om met Piet een beetje te doen. Gewoon Gerbrand Jordens met de oplossing. Gerbrand zegt, Piet, weet je wat we doen? We trekken hem op de kant, we zetten hem tegen de voet van de dijk aan. Je krijgt water en stroom uit de schuur vandaan en dan ben jij klaar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zo heeft hij jaren gestaan, tot ongeveer 68. Toen heeft Piet een hersenbloeding gekregen en hij is niet meer teruggekomen in zijn ark. De brandweer die had een object om hem een beetje op te stoken. De oude ijzerboer heeft de ijzer meegenomen. Einde verhaal, ark van Fanny. Hier liggen de schuiten met zout voor Spijlen in de Vijver. Ze liggen op Boezeland, zeggen we dan. Rooierland dan, dat kent iedereen al, maar ja, dat is maar 5 of 6 centimeter. En Boezeland is je een centimeter of 15. In 3 schuiten en een motorschuit. In 2 keer voeren ze hem leeg. Er kwam 80 ton zout aan met de Zellemarders en in 2 keer voeren ze hem leeg.
Het laden van de vaten. Alsmit, je staat er in het gangboord. Dat weten we allemaal, Hans. En de schone mannetjes uit Grotebroek of zo, die staan daar. En Piet Mantel en Andries Andelier. Dat zijn allemaal lege vaten. Als de lege vaten terugkwamen, konden ze niet anders dan naar Grotebroek brengen. Toen werden ze op pampers opgeslagen. En later konden die mannen met de hand al die lege vaten in de schuit laden. En de Duin, de schuit, gevuld, vaten gevuld, dus dan komen ze nou weer voor de aanvoer. Nog een keer, nou, zo lagen de vaten dus in de schuit en dan waren ze aan de vracht. Hier is de Grotebroek dus bij Spijer en de Vijver. Maar hier worden, dit zijn de lege vaten die thuisgebracht worden, zeg maar. Je ziet het wel uit de manier van stapelen. Ja. Dan nog een keer het laden. Dat is Jaap Komen, later verzekeringsagent geworden. En doet het een. Piet staat op het dek en vader Andries staat onder lier. Daar in de hoek, dat is dus de smederij van Ben van den Meulen. Deze kant is het woongedeelte en die gebroken kap, daar zit de smederij onder met nog een stukje aanbouw. En dan zei al boer Howard, nou Dirk Howard woonde ernaast, dat vierkante en Geer heeft in 50 dat nieuwe huis laten zetten. En hier heet hij nog het Hof van Holland. Kees Bakker, dit is een bekend plaatje voor je. Dit is denk ik de eerste coaster die met hout kon bakken. Houthandel die ging op een gegeven moment zelf hout importeren. En hier wordt dus alles gelost. Met vrachtwagens moet het dus naar de houthandel toe. En soms ook met de schuit. Dus daar waren we ook een paar dagen mee bezig. Mijn herinneringen is dat er 3 maal een coaster aangevoerd is met hout. En toen is toch de markt weer veranderd of wat dan ook. Hier liggen ze, de zandschip de Zagri. Nou, dat gaat gewoon constant door. Je ziet het aan de auto, dus welk tijdstip dat ongeveer is. Daar gaan we weer. Ja, nou, hier, ik had het al over stoel met bouwmaterialenhandel. Dat zien we hier dus, met de helling nog. Maar de kunstmest wordt hier los aangevoerd. Die kunstmestschuren zijn normaal groen. Maar je ziet wel, dat is helemaal wit. En de mannen die daarin werkten, die hadden echt geen stofkapje hoor. Die hadden misschien een rode zakdoek bij hun. Maar toch in de tijd van een paar dagen werden met transportbanden, met die kunstmest, de schuur ingewerkt. Nou, ik denk dat hij voor zich spreekt, het prentje. Chip Ettema was de eerste schipper van de Stella Maris. Raukema, Andries Mantel, die heeft hem dus verkocht aan een kapma. Dat was een notaris, maar die heeft hem niet zo erg lang gehad. Toen is hij verkocht van Ton Lemmers. Die vaart er nu nog mee. Hij vaart op het moment nog in de Oostzee. Die nog steeds, hij chartert nog steeds. Maar als er een liefhebber is, kan hij hem kopen, want Ton heeft mijn leeftijd. Die vindt het wel eens een keertje mooi genoeg. Maar ja, kom hem maar kwijt. Hier is hij in vol ornaat. En die is dus ook ergens op de Oostzee genomen en die is met de 100-jarig bestaan is dat naar voren gekomen. Noem je dan grootzeil, fok, kluiver, maar hier is hij nogal groter en het waterzeil wat onderaan hangt. En ik, ja, al heel veel jaren vaar ik met Ton mee met de klippenrace en dan maken we dit soort dingen dus mee. Hier heb je nog een keer. Dit is ook ergens in op de Oostzee, waar weet ik niet precies. Ja, nou belanden we toch zag hij zo wel na de jaren 70 toe. Ik denk dat even. Goed, in 1965 koopt Ben van den Meulen de werf van Joris. Met de bedoeling daar een jachtwerf van te maken.
dat waarop niet helemaal zo het plan was. Want de gemeente, die komt op een gegeven moment, die moest die tunnel onder de weg doormaken. Dus na een heel tijdje praten, hebben ze besloten van jij gaat hier weg en dan zet je aan de andere kant, zet je maar een loods neer, dan kan je daar verder. Nou, dat is er van gekomen. Hier liggen nog steeds die drijvende stijgers. Dit is dan het plaatje wat er eigenlijk voor hoort. Toen die Jordis gekocht had, toen hebben we daar nog een kruisertje gemaakt. Toen hadden we de eerste, de modernisering kwam er al, met de hellingkar. Die schouw die hebben we ook gemaakt daar. Ja, ik praat gewoon in meervoud, omdat ik er toch altijd geweest ben. Maar dat was het van korte duur. In 1970 naar de overkant. Ja. Het is kanovereniging Flevo uit Horen. Daar ben ik zelf lid van, al jaren. Ik lig er nog bij ook. We hebben op een gegeven moment natuurlijk de tocht organiseren. En toen hebben we op een gegeven moment, nou ja, dan starten we maar bij Jan Deen. En dan gaan we over de overhaal en dan over de kruisen weer naar binnen. Dus zo ontstond op een gegeven moment de Jan Deen toch. Dat hebben we een aantal jaren gedaan. En als het weer goed was, dan gebeurde dat ook. Dus hier liggen al 14 kano's op je overhaal. Het is wel één persoon per boot. Daar kan je niks van zeggen. Nou, het bedrijf weer van Ben. Dit is een sleepschip. De sleepboot ligt ernaast. Daar hebben ze dus het ijzerwerk bij een andere werf laten doen. En de rolluiken waar wij in terecht gekomen zijn, die worden hier op zaterdag aan boord gehezen. En dan kan hij weer voor de afwerking naar een andere werf toe. We zijn dus in 1972, eigenlijk een beetje toevallig, in de binnenscheepvaart terechtgekomen door de modernisering. Want we hebben dus net al een paar plaatjes gezien dat die binnenschepen allemaal van die houten luiken hadden. Het is allemaal veel sjouwwerk en de markt veranderen, de tijden veranderen. Dus die hele binnenvaartvloot die werd gemoderniseerd en daar hebben we aardig wat jaren zijn we daarin meegegaan. En toevalligerwijs kwamen we in het aluminium terecht. En we hebben één schipper gehad, die heeft 2 jaar gewacht. Toen die man voor de wal kwam, het was ook bijna het laatste schip, want ook daar kwam weer een keer de eind om. Ja, zegt die man tegen me, hij zegt, ik heb 2 jaar gewacht. Ik zeg, nou, ik vind het knap. Ja, hij zegt, nou ja, het was eigenlijk. Hij zegt, maar ja, jullie zijn wel de duurste, maar ze zijn ook de mooiste. Dus nou ja, dat hadden we dan. Dus dat hebben we heel veel jaren gedaan. We hebben op een gegeven moment met 10 mensen gewerkt, 5 mensen buiten, 5 mensen binnen. En het volgde elkaar dan aardig op. Maar ook daar kwam weer een eind om. Ja. De sleepboot. Het ziet er niet uit. Nou, dat klopt. Hij ligt bij een sloopwerf. Chris de Jonge uit de Kuizen die in de plezier of in de charter, nou ja, hoe moet ik het noemen? Chartervaart zat, ook niet, cruiseschepen. Die koopt die sleepboot. Dus ze slopen hem tot het berghout aan toe. Alles gaat eruit. Hier is al een beetje van het interieur van de machinekamer. Wordt allemaal uitgesloopt. Hier ligt die dus voor de wal bij ons. De eerste nieuwe olietank zit er al in. En zo bouwen ze de nieuwe verschansing erop. En zo hebben we eigenlijk een half jaar werk aan gehad. Dus achtersteven. Vond Piet zo'n mooi plaatje. Nou, dus doen we het plaatje erbij. En deze hebben we dus in de werkplaats, in het dekhuis, zeg maar, in de werkplaats gemaakt. En het schip is er klaar voor om aan boord gezet te worden, allemaal. Hier is hij klaar. Bovenste gedeelte van aluminium, de stuurhut. Hein Postma uit de Kuizen met de Eemshoorn, die sleept hem naar Zaandam. Naar de werf, daar moet hij in dok en dan moet hij opgekrapt worden. Hier ligt hij bij die werf, nog roestig en wel, maar dat verandert.
Hey, toen ik bij je werf vandaan kwam, Chris had in Amsterdam bij de Oranje Werf, had hij ook ruimte. Daar is hij neergelegd. En Chris die werkt eigenlijk allemaal met mensen hier vandaan. En Kuizer Aannemersbedrijf, die is er weken bezig geweest. Schilders, allemaal uit deze buurt vandaan. Wij zijn er nog verschillende keren naartoe geweest om een verafwerking te doen. Hier ga je dus naar beneden in het schip. En dit is beneden. Ik denk niet dat hij het zo gek vindt dat hij het gemeentebestuur van Amsterdam ook aan boord had. Dat kwam hem ook wel heel goed uit. Want er gebeurde nog wel eens wat in Amsterdam. En Chris kon het goed met die mensen vinden. Dus en hier gaat hij in vol ornaat. Maar hij is nu, hij heeft het gekocht al jaren terug. Hij vaart nu in Rotterdam en is wit geschilderd. Als je op je telefoon Ostara opzoekt in de vaart, dan kom je hem tegen en dan krijg je de hele geschiedenis van die havensleepboot die bij die sloop verder lag. Ja, nou naderen we het eind. Dit is de oude camping. En de kolk die is al aardig gevuld met boten. En dit is wat er nu is. Daar valt verder weinig meer aan uit te leggen, denk ik. Dank u wel. En mijn assistent hier die zit te schakelen. Mijn grote vriend. Die staat er daarbij. Nou, Jan, bedankt. Prachtig verhaal, denk ik. Ja, mag wat drinken.